neuzen, oren, pielenmozen. Pas toch op, pas toch op. In het midden van het kloosterterrein stond een kerkje met een bladgouden koepel dat tot de vensters mollig was ingesneeuwd. Het hoofdgebouw werd omringd door een stuk of 7 uit boomstammen opgetrokken huisjes. Uit de zinken schoorstenen kringelde witte rook. Waar is de directeur? Vroeg ik. Maar de poortwachter hoorde me niet. Mijn koffertje dragend ging hij me tussen de sneeuwhopen voor. Luidkeels zong hij: Andrusja, jij kleine schooier, wat maak je in je leven toch een hoop mee? We stapten een van de huisjes binnen. De droge warmte van de Hollandse tegelkachel in de kamer viel als een deken over me heen. Het was er schoon. Er stond een notenhouten schrijftafel met een leren stoel, een met veldbloemen beschilderd commodekastje en een tweepersoonsbed. Dit laatste meubelstuk was bezaaid met peluws en geborduurde kussens als een Turkse divan. In een hoek hing een icoontje, het linker oog van de moeder gods, met een amandelvormig kindje in haar armen, was door een spin voorzien van een stoffig sluier. De bewaker plantte mijn koffertje gedienstig op de grond. Het vuur in dit vertrek brandt altijd, opdracht van onze schepper, de Heer der Hemelen. Hij trok zijn handschoenen uit, richtte zijn natte blik vroom naar de zoldering, vervolgens naar de icoon en sloeg snel een kruisteken. Hij begon te kuchen, te hoesten, te rochelen. Zeg oompje, hij hield zijn linkerhandpalm op. Zou je alvast niet iets kunnen aanbetalen? Een bijdrage, zogezegd. Het stapeltje roebels dat ik hem overhandigde, liet hij als een goochelaar verdwijnen. Als u me nodig hebt, ik zit in het hokje naast de kerk. Er brandt de hele nacht een groen lichtje. God zegene u en de uwe. Hij tikte met een paar vingers tegen zijn drijfnatte muts van konijnenbont en verdween met een opgewonden gestamp over de houten vloer naar buiten. Mijn mobiele telefoon had geen bereik. Vanaf het nabijgelegen postkantoor lukte het me even later om te bellen naar Kostroma. Ook daar was alles ingesneeuwd. Het energiecombinaat van de stad lag plat. Het is een ramp, hijgde mijn vrouwelijke kennis. Een secretaresse ligt hier in een donker hok te bevallen. Er is geen dokter. Spookte daar in Soestdal ook zo? Wanneer kom je? Ik stapte de sneeuwjacht in. Tegenover het koopmanscentrum met zijn smaakvolle weerwar van winkeltjes onder de gepleisterde middeleeuwse gewelven had ik in een eettentje een kom zeer smakelijke bietensoep, wat brood en een vleespastei.